Welkom bij de 2.3 Biocast. Elke soort is anders. Als we kijken naar het habitat, is hier het habitat van de kievit. Hetzelfde habitat, dezelfde plaats dus, als waar je mol vindt. Toch is als je kijkt naar het habitat van de kievit dat anders dan dat van de mol. Een kievit heeft een grote open vlakte nodig, terwijl je de mol hier onder de grond vindt. Als je dus het habitat van de mol en van de kievit vergelijkt, staan er andere eisen in. Je kunt je voorstellen, als je hier in dit kale zand met deze rotsen kijkt, dat de temperatuurverschillen enorm kunnen zijn. In de zon, op het heetst van de dag, ontzettend heet en 's nachts ontzettend koud bij de kale stukken. In de schaduw van de steen is het veel koeler dan aan de zonkant. We kijken naar de uiterste waarde waar een organisme voor kan komen. En dan heb je het over de optimumkrobben. Een soort kan voorkomen binnen zijn tolerantiegrenzen. Dit is de onderste tolerantiegrens wat betreft de abiotische factor temperatuur van soort 1. En hier stopt hij weer, wordt het te warm, dan kan hij daar niet meer voorkomen. Soort 2 heeft een veel steilere optimumkrobbe en zijn de uiterste waarden liggen veel dichter bij elkaar. In dit gebied kunnen ze beide voorkomen. Hier is soort 2 in het voordeel en hier soort 1. De abiotische factoren en de optimumkrommen. De temperatuur, in dit geval temperatuur, waar een soort zich het beste thuis voelt en het dus het beste doet, waaraan die het beste is aangepast. We zien hier de tuin en die bevat een aantal habitats, een aantal niches van verschillende organismen. Dit is de niche van de zwaluw voor wat betreft het voedsel zoeken. Hij heeft ook een niche wat betreft zijn broedgelegenheid. Die vind je ook in deze tuin. De koolmees zoekt zijn voedsel in de bomen. Dat is wat dat betreft zijn niche. Hij heeft ook een niche wat betreft zijn broedgelegenheid. En ook het winterkoninkje heeft dat. Hij zoekt zijn voedsel in de struiken. En heeft een van de nestelgelegenheden. Taak aan jou om die bij elkaar te zoeken. Dit is een regenworm. Die regenworm helpt bij het verteren van bladeren. Hij zorgt ervoor dat er genoeg gangen in de bodem komen, waardoor er zuurstof bij de wortels van planten kunnen komen. Daarnaast is hij ook voer voor de mollen. De niche van de regenworm. Niet altijd gebruiken dieren hun hele leven dezelfde niche. Dit is een driedoornige stekelbaars. Als die volwassen is, vind je hem 's winters in de zoute en brakke wateren langs de kust. Hij heeft er graag wat begroeiing en helder water, zodat hij zijn prooi kan vinden. In het voorjaar trekken die stekelbaarzen stroomopwaarts het land in en ze paren in de zoetwatersloten met waterplanten en helder water. De niche verschilt dus al. Hier zie je links een ree en rechts een damhert. Die eten ander voedsel, dus hun niche verschilt wat betreft het voedsel. Alleen hebben ze wel dezelfde eisen aan een territorium en daaruit verjagen ze elkaar. Dus wat dat betreft zijn het toch weer concurrenten en maken ze gebruik van dezelfde niche. Iets ingewikkelder is het nog met zoetwaterkreeften. De Amerikaanse rivierkreeft, die uiteraard uitheems is, en de inheemse Europese rivierkreeft. Ze eten ander voedsel en ook op een ander gebied zijn ze niet elkaars concurrent. Alleen draagt de Amerikaanse kreeft een schimmel bij zich en die schimmel heeft wel vat op de Europese rivierkreeften
En daardoor zie je dat de Europese rivierkreeft wordt teruggedrongen. De biodiversiteit verandert dus. Hier zie je een koolmees die in de stad leeft. In de stad is meer lawaai, dus koolmezen zingen in de stad lager om beter gehoord te worden. Het voordeel dat ze hebben is dat ze voldoende voedsel kunnen vinden, omdat mensen vetbollen en pinda's buiten hangen. Ook is het in de stad een paar een graad of anderhalf, twee warmer dan in het bos. Dat betekent dat ze minder groot hoeven zijn, denk aan de oppervlakte-inhoudratio. En in het bos hebben ze meer nestelgelegenheid, holle bomen, maar moeten ze harder werken voor hun voedsel, maar kunnen ze ook hoger zingen. Dat betekent dat de koolmezen in het bos waarschijnlijk groter zullen zijn. En wanneer de koolmezen in de stad zich nog meer aanpassen en ze onderling minder kruisen, kan het zijn dat de koolmezen in het bos en in de stad van elkaar gaan verschillen. En wanneer ze zo verschillend van elkaar zijn, dat ze elkaar niet meer herkennen als partner, is er sprake van twee verschillende soorten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 2.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.